En de 12 finalisten van Suripop 20 zijn afgelopen dinsdag bekendgemaakt door een jury na beoordeling van alle 76 inzendingen. Rudy Ferdinand, Samantha Pater, Steven Zeeland, Ferdinand Schet, Rachel van Dillenburg, Wiesiel Watsaam, Sergio Emanuelson, Harold Gessel, Ryan Rosenblad, Eros Banket, Jonathan Hatimi en Ornil Malone zijn gekozen om een bijdrage te leveren aan het nieuwe Suripop-album. De uitgekozen componisten zullen in augustus van het volgend jaar tijdens een speciaal festival strijden voor de hoogste positie. De winnaar komt in aanmerking voor een prijzenpot en de Jules Chinafung trofee. Henk van Vliet, ondervoorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname, zegt dat de organisatie zeer tevreden is met de inzendingen van dit jaar. Hij benadrukt dat deze Suripop-editie behoort tot een van de beste. Kijk, zoals ik ze heb gehoord, klinken ze kaal. Maar, laat me dit ervan zeggen, het is een van de beste Suripops geworden. We hadden 76 inzendingen en de jury was ook heel tevreden over het resultaat. Natuurlijk heb je wat bij waarvan je zegt van, hey, luister, nou, Suripop is nog niet voor jou. Maar voor het eerst was het percentage van echt goede inzendingen zo hoog. Ik geloof dat het zeker 70-80% liedjes zijn die het buiten Suripop om toch nog zouden kunnen maken. En dat geeft aan dat de komende editie van een zeer hoog gehalte zal zijn. De ingezonden liederen zullen binnenkort professioneel worden opgenomen door de organisatie. Hoewel de organisatie ook is getroffen door de precaire situatie van het land, gelooft Van Vliet dat ook deze Suripop een groot succes zal worden. Suripop is, zoals ik eerder iets zei, nationaal. Wij rekenen dan ook, zoals altijd, op nationale ondersteuning. Dat hoe moeilijk bedrijven het ook hebben of organisaties, dat ze toch weten van Suripop, daar kunnen wij niet zonder. Suripop is culturele ontwikkeling, is muzikale ontwikkeling. De toonkunst wordt verheven. En dat mogen wij als Surinamers niet prijsgeven. Dat moeten we blijven behouden. We moeten werken aan deze ontwikkeling. En daarom ben ik positief gestemd dat we die ondersteuning zullen krijgen. Maar op dit moment, geloof het me, zoals het financieel eruit ziet, gaan we heel hard moeten werken. En ik hoop dat we echt die ondersteuning zullen krijgen. We hebben nu al sponsoren aangeschreven en we hopen dat ze reageren en dit nationaal product blijven verheffen tot de top waartoe wij het willen dat het gerekend wordt. Henk van Vliet, ondervoorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname. Hij zegt dat de organisatie er alles aan doet om Suripop 20 tot een groot succes te maken. Het festival wordt in augustus volgend jaar gehouden.